Gent. Er gaat heel wat gebeuren dit weekend. U zet zich volledig in. Kan Gent? Ja, inderdaad. Als Mischent vond ik dat ik iets moest doen voor het goede doel. En dan is het natuurlijk ja, bij de hand liggend dat het goede doel in Gent ligt. Daarom hebben we gekozen voor VZW Toontje. Het is een organisatie die vooral in Gendbrug-Ledenberg gevestigd is. En wij vonden dit een heel mooi doel. Dus um, nu zondag 3 februari op de Hunnelheimse Steenweg in het Open Huis. Hier op Ledenberg, Vanaf 10.30 uur is het opening. En er zijn een tal van artiesten, een modeshow. Je kan melk um, eten, eten en pannenkoeken komen eten bij ons. Uh, waar kunnen de mensen ook de info nog uh, zien ergens op? Um, op mijn pagina van Miss Gent en op de pagina van Eerste Ereheer Kenny. Daar staat nog heel veel informatie op. We hebben ook een evenementpagina gemaakt op Facebook. En uh, mensen mogen mij altijd aanspreken op Facebook. Of ja, een seintje geven. We zijn ongeveer nu zes maanden ver. Um, er is al heel wat gebeurd. Uh, als ik eigenlijk mag vragen. Hoe ziet er zo'n drukke agenda op een dag uit van onze MIS? Een drukke agenda, zeg wel. <laughs> um, ik vind het nog altijd steeds heel tof om te doen. Uh, Doe niet liever dan weggaan. En het is natuurlijk ook leuk dat je altijd mensen leert kennen. Zoals um, ben ik naar de eetaflegging geweest van de nieuwe scheepcollege hier in Gent. Ben naar de oogstoet geweest in Oostakker. Um, de Buffalo-verkiezing. Heb ik in de jury mogen zitten. En er volgen nog wel heel leuke activiteiten. Hoe reageren de mensen? Want je bent eigenlijk de enige mis die er eigenlijk zoveel voor doet voor Gent. Want je straalt Gent volledig uit. Hoe reageren de mensen als ze een mis zien binnenkomen? Ik denk dat er in het verleden nog Missen zijn geweest die zoveel voor Gent hebben gedaan. Maar ja, ondertussen kom ik soms buiten zonder lint en zijn er mensen die mij nog herkennen. Dus ja, ik vind dat wel heel tof. Wat staat er nog specifiek te gebeuren? Oei, ik denk vooral, eerst en vooral onze benefiet nu. En dan, ja, in augustus ja, mijn kroontje doorgeven. En daartussen hoop ik nog heel veel leuke dingen te kunnen doen. Een traantje eigenlijk, want je zegt kroontje moeten afgeven. Maar de opvolging eh, is er een stukje aan aan komen. Jouw eh, zus, eh, die begint ook al in jouw voetspoor te komen. Ja, Merel is nu 13 jaar, dus die moet nog even wachten om misgend te kunnen worden. Maar ik heb er vol van vertrouwen in dat er de meisjes die er dit jaar zullen staan, dat ze daar wel stuk voor stuk waardige opvolgers zullen zijn. Wat is er nu in die zes maanden specifiek uitgeschoten, dat je zegt van wauw, dat ik dat mag meemaken. Oh, ik denk dat op nummer één nog steeds het kroontje krijgen staat.